Burgemeester Peter den Oudste is niet tevreden met de afwikkeling van het schadeherstel en de versterkingsoperatie. De 18.000 schademeldingen die openstaan door de gaswinning in de provincie Groningen kunnen niet in één keer vergoed worden zonder tussenkomst van andere partijen. Dat zei minister Wiebes gisteravond tegen de Kamer. De Kamer debatteerde over het aardgasdossier. De Groninger gemeentes, de provincie, het gasberaad en de bodembeweging schreven de minister een boze brief. We zijn niet tevreden over de manier waarop de Rijksoverheid inziet dat de problematiek heel erg diep ingrijpt in de samenleving hier. We zien ook dat de minister op zichzelf de goede richting uitzet. Natuurlijk kun je daar veel kritiek op hebben, maar ik denk wel dat hij ook van goede wil is om te proberen dit tot een goed einde te brengen. Maar we zien tegelijkertijd ook dat in de complicatie van die hele operatie er ook allerlei situaties zijn die weer aanleiding geven tot verschillen van inzicht en tot vertragingen. En dat is natuurlijk het allerergste. Het is een operatie die eigenlijk al veel te lang duurt en die nu eindelijk eens een keer echt van de grond moet komen. Wiebes zegt nu van ik ga onderzoeken, ik ga uitzoeken of schades tot 10.000 euro, of we die niet gewoon zonder een verdere toetsing kunnen laten passeren met controle achteraf. Wat vindt u daarvan? Ja, dat vind ik een heel goed idee en dat idee dat is ook niet nieuw. Dat hadden we een paar jaar geleden al geopperd. Maar iedereen wil natuurlijk controle houden over het geld wat hij uitgeeft. Alleen dan moet je bijbehorend dus ook de positie innemen dat je ook experts onmiddellijk als er zich een schade voert langs de woning stuurt. En als dat jaren wacht, dan gaat dat dus niet gebeuren. Dus ik vind dit een uitstekend idee. En ik denk dat iedereen daar ook blij mee is als dat ook echt gaat gebeuren. De rol van de gemeentes moet groter worden. En Wiebes moet uiteindelijk de randvoorwaarden bieden dat wij geen belemmerende factoren meer hebben. In geld niet meer, in procedures. En het ene grijpt altijd in het andere in. Het is een heel gecompliceerd gegeven. We zijn er ook nog lang niet af. Maar het is denk ik heel goed om de minister goed bij de les te houden. Maar ook zo snel mogelijk zelf alles te doen wat we zouden moeten doen om tot uitvoering te komen. Den Oudste is wel blij met het onderzoek of bevingsschade direct door aannemers hersteld kan worden. Pas bij een schade boven de 10.000 euro zou er alsnog een inspecteur aan te pas moeten komen. Ja, dat vind ik een heel goed idee en dat idee dat is ook niet nieuw. Dat hadden we een paar jaar geleden al geopperd. Maar iedereen wil natuurlijk controle houden over het geld wat hij uitgeeft. Alleen dan moet je bijbehorend dus ook de positie innemen dat je ook experts onmiddellijk als er zich een schade voert langs de woning stuurt. En als dat jaren wacht, dan gaat dat dus niet gebeuren. Dus ik vind dit een uitstekend idee en ik denk dat iedereen daar ook blij mee is als dat ook echt gaat gebeuren.